Hey allemaal, welkom bij de workshop, de gratis workshop van textuurrol maken met tekeningskes. Hey. Vandaag ga ik deze keer met vogeltjes doen. Hey. Mag ik het eigenlijk met van alles doen? Ik heb nog een paar andere voorbeeldjes mee. Kijk hier, wacht even. Dus bijvoorbeeld dat, zou ook heel mooi zijn. En patroon, dat Vivian, ik moet dat nog doorsturen naar jou. Ja, sorry. Ja, ik heb dat eerst een bericht. Ik ga dat vandaag doen. Dus je zou dat ook met dat kunnen doen, bijvoorbeeld. Maar dat is gemakkelijker. Ik ga ze een beetje uitleggen waarom. Hey, Angela, Mireille, Anneke. ik ga ze een beetje uitleggen waarom dat gemakkelijker is. Dat ook, bijvoorbeeld. Dat is ook gemakkelijk. Maar een tekeningske, daar is er een beetje meer pijswerk bij. Dus daarmee wil ik het een keer uitleggen hoe dat je dat nu aanpakt. Maar waarom wil ik nu zelf mijn textuurrol maken? Wel, kan ik er uitleggen niet. Dus het is van alles in de handel. Hele schone ding. Geen commentaar. Heb echt wel ook perfect voor mee te werken. Super. Kijk ik hier van alles. Hartjes. De mensen die me kennen weten dat ik van ze wat hartjes. Maar heb een deur. Ik heb het ook wel gezien. En ik heb het ook wel een beetje gehad. Met alles. Want iedereen gebruikt ook hetzelfde. En toen zie je ook allemaal hetzelfde weerkom van wat er in de handel te krijgen is. Dus ik heb gepijst, waarom kan ik dat niet zelf maken? Goed, dus wat ik al zelf gemaakt, ik weet niet hoe het gaat zien, maar bijvoorbeeld met die bloemetjes. Ik ga dat een keer doen. Kan ik in mijn cameraatje een beetje draaien, dat je het allemaal goed ziet. Zo, ik ga het een beetje dichter leggen. Goed, voilà. Oké. Dus ik ben aan het maken voor het moment. Je weet het misschien of je weet het misschien niet, maar 30 april en 1 mei doe ik een open deur doen, open atelier doen. Dus en ben voor iedereen kleine attentietjes aan het maken die langskomt. Dus van die potjes met textuur in. Je verdient een. Ja, maar uit verval moet je maar komen. Goed, maar het is met texturen, dus ik kan ook heel veel met die matjes werken. Dus nu ga ik met mijn eigen gemakte rol werken. Dus ik ga dat door elkaar rollen. Voilà, ik ga het een keer van dicht doen. Dat is nu een rol dat ik zelf gemaakt heb. Ik weet niet hoe je het ziet. Maar qua textuur, super mooi. Dat is eigenlijk gewoon tekeningsjes dat ik gevonden heb op Pinterest. Dat ik eigenlijk na elkaar ga gaan plaatsen. En waardoor dat ik een rollen krijg. Waarom doe ik dat ook? Dat zijn mijn matjes. Dus we kijken soms gerold erin. En je een boord staat er ook in. En je moet het weer uitpakken. En soms heb je gewoon een overhang van je matjes. Persoonlijk stoor me dat een beetje. Dat kan zijn dat je wat niet stoort. Maar ik vind een rollen een meer consistent patroon. Die mooi valt op elkaar. Zonder onderbreking. Maar dat is mijn gedacht. Oké, maar hoe begin je dan? Man? Dus, kijk nu dat tekeningsje. Ik heb een bladje gemaakt met een klein beetje structuur. Wat ik hier ook moet zeggen. Goed, dus ik heb uitgeleid waarom ik dat doe. Maar het volgende is wat je al die patroontjes kunt vinden. Dus op Pinterest of... soms heb je dat van die site Vector Images, hebben we dat allemaal. Kun je soms van die gratis afbeeldingsjes krijgen of downloaden. Maar dat is dan meestal wel veel te groot. Ik weet niet in welke mate dat je een beetje computer aangeleid bent. Maar sommige mensen is dat logisch. Maar je plakt dat dus in Word je afbeeldingen en toen kun je dat heel schoon gaan verkleden. Dus aan de afmetingen dat je dat wilt. Dus dat doe ik toen wel zo. Goed. Maar toen ga ik gewoon mee. Hoe groot is mijn afbeeldingen? Echt heel sick. Dus je ziet hier, vanaf mijn bloemtjes, ik heb dat hier al schoon afgetekend voor mezelf. Vanaf mijn rand hier, tot aan mijn rand hier. Hoe groot is mijn afbeelding? Van mij is dat hier nu 6 op 7,5. Oké. Goed. Volgende stap. Ga ik gaan pezen bij mezelf. Hoe wil ik dat mijn patroon vervolgt op elkaar? Wil ik dat er daar een beetje plaat tussen is? Wil ik dat dat schoon aan elkaar aansluit? Want je gaat dat ook moeten meerekenen in je lengte van je lapje.
dat je gaat maken voor je textuurrollen te maken. Dat is allemaal biscuit gebakken, hé. Gewoon klein. En toen, hé, biscuit gebakken, neem maar 50 rond. Hoe groot had mijn lapje moeten maken, hé? Wil ik dan met je plaat tussen? Wil ik dan geen plaat tussen? Wil ik dat mijn patroon heel mooi op elkaar valt, like hier? Er is hier geen plaat tussen. Je ziet hier niet van, ah, dat is het patroon, hier stopt het. Nee, ik heb dat hier nu zo gebouwd, dat dat heel schoon uit elkaar valt. Hé? Maar, zo zou ook zin dat je zegt, ik wil het hier en daar, zo een afbeeldingsje, like bijvoorbeeld van die hartjes hier. Hé? Zet daar een beetje spelingen tussen, zet daar een beetje afstand tussen. Hé? Like bijvoorbeeld van die jusikus, valt ook heel mooi uit elkaar. Hé? Zo je ook kunt doen. Oké, goed. Voor mij, ik zou nu hernemen dat mijn afbeeldingsjes schoon uit elkaar vallen. Dus ga ik geen plekken tussen rekenen van hoeveel plekken. Hé. Papa zegt wel dat er een centimeter tussen is, dan ga je dat moeten bijrekenen van. Eigenlijk is mijn lapje en een stukje geen 6, maar is het 7. Goed. Ik ga een rollen maken dat ik drie keer mijn vleugeltje zei. Uit elkaar vond. Dat heb ik hier een kartonstuk gepakt van mezelf. Zobits ga ik dat dan uit mijn klei leggen, ga ik weten hoe groot is mijn lapje. Oké. Ik ga ergens voor mezelf, dat gaan we weten langs zijn. Ik weet dat al. Hé. Want als je mijn patroontje rekent, drie keer gaat dat maximum 18 zijn. Hé, dat gaat 18 zijn. Goed. Dus ik ga hier 18 zetten. En ik ga de helft van 18 zetten, is 9. Hé. Ik ga hiermee uit mijn boord, 9. Voilà, oké. Okay. Hier gaan we aftoetsen. Dus mijn patroontje is 6. Ik begin altijd in de midden. Hé. In de midden van mijn lapje. Voor mij is dat een makkelijker om van daaruit verder te volgen. Want ik weet het nooit. Hé. Hou, hier, hoe dat, dat soms dan stopt. Ook hoe dat patroon zo aanpakken. Hé. Ga je ook moeten in de midden beginnen. Hé. Hier in de midden en verder opschuiven. Hé. Hoeveel keer dat je het zo wil. Oké, goed. Dus, hier heb ik ook 6. En hier heb ik ook 6. Dat klopt perfect. Dus ik ga dat eraf snijden. Natuurlijk, ideaal zou zijn dat je een patroontje vindt die perfect past hier rond, zodanig dat je geen aanpassing moet doen. Dat is te doen, want er is al superveel meetwerk aan. Hé? Dus ik doe dat niet. Ik pees voor mezelf hoeveel keer wil ik dat mijn patroontje valt. En daar ga ik een lapje genoeg snijden voor mezelf. Ik heb ook een lapje voorbereid. Voilà. Het zal niet hoog genoeg zijn, maar dat mag niet. Ik ga eerst een rechtkantje snijden. Zo. Dus mijn patroontje was 7,5. Ik ga een 8 pakken. Voilà. Hier nog een rechterkant. Zo. En nu schoenen. Ik ga nog snijden. Wat ik moet zetten, hier, voilà, alzo, oké. Wat doe je nu? Hoe je dat nu gewoon gaat toeplooien, ga je nooit geen schone rollen in. Hé. Je gaat hier en daar, en toen rollen het ook niet mooi. Hé. Het is wel belangrijk dat het mooi rond is, verstaat? Maar hoe los ik dat nu op? Ik heb een toilettenpapier geleid, hier ze, voilà, oké. Hoe je nu start met iets die al een curve uit. Dus bijvoorbeeld dat rioolbusje hier of die afvoerbuis. Hé. Dan ga ik een keer in. Dus je doet dat beetje krantenpapier rond. Dat is omdat je klei niet aan je busje zo plat. Hé. En nu ga ik dat al voorzichtig ronddraaien. Zo ver of dat kan. Oké, goed. Dat zet al hier nu. He, ik heb dat dan rondgedraaid, maar dat kan dan nu natuurlijk niet rond. Verstaat? Maar, nu heb je wel een mooie curve voor straks toe te plooien. Ik zou nu voorin staan dat je dat een klein beetje laat drogen. Ja? Een nertje. En toen kun je een buzzeke wegpakken. Of het doseren een beetje met een oordroger. Toen kun je een buzzeke wegpakken en kun je heel voorzichtig dan om elkaar gaan sluiten. He? En toen ga je wel een schoenrolletje in. Omdat je hier ook maar een mooie curve zet van je buzzen.
Okay. Dus kan ik het doen, wat je dan dus vloed. Kan je niet skief afsnijden. Ik kan zeggen waarom. Als je skief afsnijdt en wim weer te groen en verstek, verlies je soms weer van je lengte. En ga je patroontje weer niet schoon aan elkaar sluiten. Dus kies er nu voor mijn naadjes heel, heel schoon uit elkaar te leggen. Zodanig dat ik eigenlijk echt mijn lengte bewaar. Okay. Dus met een beetje slip en een beetje krasjes doe je dat heel mooi samen. Okay. En eigenlijk, doordat ik dat een beetje laat drogen, gaat dat wel zien. Je zorgt dat je hier ook wel geen, niet met een naprinkje zet, maar een toetje zet of zo. Voilà. En eigenlijk heb je heel schoon rondeke. Al redelijk schoon, zonder opringsken zijn. Doordat ik rond mijn buzzeke gewaard heb en dat komen hele mooie curve aan. Nee? Goed. Oké, ik weet, het is veel uitleg, maar ik wil dan echt wel een keer meegeven. Goed, maar hoe zet je nu dat tekeningske erop? Nee? Ik heb natuurlijk al een buzzeke voorbereid. Nee? Ik ga dat uitsnijden. Met tekeningske. Met een klein beetje extra marge. Voilà. En dat kan ik draaien. Voilà. Kijk nu het goed ziet. Dag Rosa. Voilà. Dus ik ga dat nu heel schoon rondleggen. Voor mezelf. Ik heb dat nu een beetje deuren geleid. Voor mij is het nu gemakkelijk. Hey, voor dat oftewel vast te doen, oftewel je doet de tape, hey, dat schoon vast te leggen. Oké, okay. Okay, wacht, hè. Goh, ik zie weer georganiseerd bij hier. Ja, wat, hè. Hoe heb ik nu dan weer geleid? Ah, hier, ja, goed. Eerst ga ik nu mijn tekeningske gaan afzetten. Hey, ik ga nu gewoon de contouren, hé, dat ik straks weet wat dat moet snijden. Hé. Ik ga het niet geel doen, ik ga gewoon mijn vogeltjes doen. Hé, want het is een redelijk groot patroontje. Dus met een needle tool ga ik mooi mijn patroon, mijn lijntjes gaan afzetten. Zo goed mogelijk. Zodat je dat ook perfect kunt doen met eigen tekening, nee, mensen. Hé, mensen die goed kunnen tekenen of toffe schetsen, maar of van kinders. Gewoon like voor eerst te komen in je plecht, je laat je kindje een tekeningen maken en je maakt er een rol van. Hé, kun je heel mooi met textuur gewerkt. Ik ga hier ook nog een vlerkjes doen. Voilà, oké. Okay. Toen maak je dat los. En normaal gezien, ik weet niet hoe het goed gaat zien. Hey, maar je ziet het een klein beetje, zodat je print er een klein beetje in. Dat doe ik nu niet. Ik ga nu niet met mijn needle toe dan nog een keer gaan krassen, omdat je diepte stond te weinig zijn, of je rekening houdt met je krimp en al wat nog. Je diepte stond te weinig voor textuur af te geven. Maar ik gebruik ook wel een potlood, met een niet te scherpe punt. Hey. Ik ga proberen van het hier zo te doen. Ik hoop dat je het goed ziet. Dus met mijn potlood moet het nog iets droger zijn. Maar het mag ook niet te droog zijn. Hé? Maar je klei mag wel lederhard zijn om dat te doen. Alsjeblieft, zet niet aan die dingetjes te pruilen. Hé? Want anders ga je het weer toeveren. Wacht tot dat droog is, pak de wrijfpapier en schuur dat af. Hé? Dus een bakje. Door je potlood heb je echt hele mooie diepe lijnen. Die heel veel textuur, moet hier goed kijken wat ik hier doe, heel veel textuur gaan weergeven en je stuk. En hier een klein beetje aan het brengen, omdat het een beetje tegen mijn hand is, maar we verstaan het wel een beetje niet. Hè? Ik ga je juist een beetje dicht kijken. Dus... Zie er zo dat hij verse kleiner is. Kijk, ik heb dat dan eens schoon en gekrast. Ik ga dat nu gewoon laten drogen. Tot bone dry. En toen ga ik dat gewoon zuur met zuurpapiertje. Ik heel mooi
mijn print erin. Hé. En zo volg je verder. Hé. Dus normaal zou ik dan nog die bloemetjes naast zetten. Ik ga dat nu niet doen, hé, want anders zit je maar nog te kijken. Hé. Maar eigenlijk, volgens mijn afmeting, zou dat bij aan moeten perfect aan elkaar aansluiten. Omdat ik gestart heb van een lapje, schoenen gemeten heb. Hé. Ik vind het moeilijker om te doen passen hier rond. Perfect doen passen, omdat je moet rekening houden met de dikte van je lapje. Want hoe dikker dat je lapje is, hoe meer lengte dat je lapje ook heeft. Dus ik vind dat dus soms moeilijk om dat te berekenen. Hé. Ik denk dat dat voor jou ook zo moeilijk is. Dus ik dat zo voor mezelf heb gelost door kleine rolletjes te maken, rond de buzzetje te werken. Dat je even je curve hebt, samen te staan en toen pas je tekeningsje er altijd perfect in. Volgende week ga ik doen, want het verschil met die ding is dat je hier een imprint uit ervan. Het verschil met dat is dat je een opstaande textuur had. Naaste week ga ik doen hoe je kunt met hetzelfde tekeningsje ook een imprint maken. Het gaat heel anders. Oké? Goed. Kijk, ik hoop dat je er wel aan hebt. Ik weet het, een klein beetje ingewikkeld, maar soms is het ook heel leuk voor je te pezen, ook ik dat hier aanpakken. Hé? En je kunt zoveel dingen mee doen, hé? Met zoveel mogelijkheden, nu dat je niet alles gaat vastzetten aan die, ja, die vaste ding, hé? Dat ik super vind, geen kritiek erop, maar het is altijd hetzelfde. Hé? En zo nu heb je weer een variété van mogelijkheden, hé? Met allerlei tekening. Dus, ga aan de slag, doe je ding, hé. Amuseer je, zoek die ding, hé. En tot nu de week, voor het verval, heb voor een imprint in klein. Oké? Salutjes!